Heel simpel gezegd, doelpunten zijn duur betaald. En ik sta altijd open voor alles en iedereen. En Dolph Rox die kwam met die naam. En zullen we daar eens naar kijken? Ik vind dat een goed idee. En we hebben een gesprek met elkaar gehad. En dat was een heel prettig en leuk gesprek. En we gaan gewoon een paar dagen aan elkaar snuffelen. En wie weet wordt het wat. Heeft hij ook tijdens dat gesprek verteld dat hij eigenlijk zijn leven een jaar geleden ongeveer rigoureus om heeft gegooid? Van een jongen die alleen maar aan het stappen was en gekke dingen deed, naar iemand die vooral in Boeddha een beetje geïnteresseerd is tegenwoordig en gewoon helemaal clean leeft? Nou, ik heb dat interview gezien en daar hebben we het natuurlijk inhoudelijk over gehad. En natuurlijk hebben we daarover gesproken, ja. Want dat zou wel een reden misschien kunnen zijn waardoor hij nu die explosieve groei maakt misschien. Nou ja, ik durf het een niet met het andere te koppelen. Okay. Ik heb ook wel eens een hele goede wedstrijd gespeeld toen ik toch wel een hele gezellige avond had gehad daarvoor. En dat lijkt me sowieso geen gezonde basis om structureel te doen. En of dat nou precies de reden is waarom dit zo loopt, dat zou best kunnen. Maar dat moet hij zelf maar vertellen. Eerst maar eens even een beetje afwachten en kijken hoe hij het doet. Ja. Vandaag de training. Een grote meneer was bij de training, zowel letterlijk als figuurlijk, Peter Blanchet. Net nog een bakje koffie meegedronken volgens mij. Nog interessante dingen opgedaan uit zo'n gesprek met een groot kampioen? Nou, onze gesprekken zijn altijd zowel gezellig als interessant. Dus dat was deze ook weer, ja. Daarmee zeg je eigenlijk dat jullie al elkaar langer kennen? Ja, wij kennen elkaar geruime tijd, ja. Wil je vertellen waarvan of hoe dat ooit gekomen is? Ja, dat wil ik best wel vertellen. Wij hebben samen in het bestuur gezeten van NL Coach. En ja, uit hoofde daarvan krijg je contact met elkaar, voel je een klik en heb je ook regelmatig contact met elkaar. En wat bracht hem hier? Gewoon interesse? Ja, we hebben hem koffie gevoerd en hij heeft lekker even mee geluncht. Ja. Dan de wedstrijd tegen Heerenveen. Jij was bij die wedstrijd denk ik tegen Feyenoord afgelopen weekend. Was je net als vele anderen onder de indruk van die ploeg? Ja, zeker de eerste helft. Ik vond de tweede helft wat minder van Heerenveen kant. Dat kwam ook door een wat andere opstelling bij Feyenoord. Maar de eerste helft vond ik impressive, om het zo maar te zeggen. Leuk om naar te kijken. Aanvallend, energiek. Dus daar hebben we echt wel van genoten, ja. Nu zagen we op televisie ook een shot dat Rick van Drongelen volgens mij er ook bij was. Waren er meerdere spelers van Sparta naar die wedstrijd toe? Volgens mij alleen Rick. En het zou kunnen zijn dat Denzel er ook was, want... Ja, die zou ook zomaar vanavond kunnen opduiken bij Zoria Feyenoord. Want die is zo geïnteresseerd in voetbal, die gaat echt overal kijken. Maar ik vond Rick en Denzel of alleen Rick? Ja, alleen nu nog op en weer naar Odessa, dat lijkt me sterk. Vlak Denzel niet uit hoor. Okay. Hij gaat snel, maar zo snel, dat lijkt me ook niet. Maar wat ik me afvroeg, krijgen ze ook wel eens nog een opdracht van jou mee als ze naar zo'n wedstrijd gaan kijken? Dat vroegen we eigenlijk met meerdere mensen die zich hier af of zo. Nee, maar het is wel eens zo dat we wel eens wat dingen overleggen of dat je bijvoorbeeld weet van eentje, die gaat ook, dat je elkaar eens een sms'je stuurt of een appie met een vraag of een opmerking. En wat ik sowieso regelmatig doe als er een interessante wedstrijd op tv is, door de week, Champions League of Interlands, dat we daar eventjes op terugkomen en dat proberen we dan. Altijd te koppelen in welk licht dat dan te bezien is in hoe wij willen spelen of hoe wij wel eens een keer wat opgelost hebben. En moet je eens kijken hoe ze dat hier doen. En dan vraag ik altijd of ze dat is opgevallen, om maar een voorbeeld te geven. Om ze een beetje tactisch wijzer te maken? Nou, zeker, want je kunt trainen, je kunt bespreken, je kunt wedstrijden begeleiden en met elkaar bespreken. Maar alle zaken die ertoe kunnen leiden dat mensen sneller dingen gaan herkennen... Omdat ze het namelijk begrijpen, die helpen mee.